Ja, wanneer het jullie zit raak te gelukkig geraakt te spelen. Ik denk dat je vormspeler en ik denk dat ik zo dom geweest om niet kans te geven. Dus je raakt een type toets om een kans te geven om zijn vrijheid niet in te perken en het laat spelen zoals het gespeeld die Cheetahs. Dus dan zijn we om te wijzen kunnen op een workvlak spelen, maar ik is baie opgewonden waarom. Hij brengt iets niets naar die spel toe en val op je lach terwijl hij beide kanten kan aanvallen. Dus ik baie opgewonden te zien hoe hij gaat spelen en wel verdiend. En het wijst ook de andere spelers daar goed spelen en super rugby en constant goed speel. Dan is het een speler moeilijk om op zijn land te verdienen door dag. Ja, ik denk dat het een baie gevestigde spak voorspelers. Laatste jaar is het allemaal niet geweest en nu kan men zien die zelfvertrouwen wat vooruit gespreid het na laatste jaar zijn rugby. Maar als het baie ervaren achterspelers gehad, dan met JP en Frans Stein en van die seniorspelers gezien, is die rechte geleentheid om een nieuwe geslag achterspelers neer te brengen. En ik wil ook niet duidelijk zeggen dat ik vertrouw in die spelers, als ze net een kans krijgen. Ik denk dat ze op vorm en speel baie goed rugby en verdienen kans. En dat is die beste op die oomblik in die posities. So, de volgende wereldbeker is niet ver en die spelers moeten ook toetsrugby ervaring krijgen. Ik denk dat ze rechte reeks om hulle los te laten.